Het geneesmiddel dat ik deze week ga bespreken is testosteron. Testosteron is het belangrijkste lichaamseigen mannelijke geslachtshormoon, oftewel androgeen, en kan therapeutisch worden gebruikt bij testosterondeficiëntie. Testosteron valt onder de steroïdhormonen, doordat het gevormd wordt uit cholesterol en bestaat uit 4 koolstofringen, zoals te zien is in de structuurformule hiernaast. Testosteron wordt geproduceerd in de hypothalamus-hypofyse-gonadeas en kent een negatief feedbackmechanisme. Ik zal allereerst iets dieper ingaan op de fysiologie en daarna de therapeutische toepassing van testosteron bespreken. Testosteron wordt in het lichaam geproduceerd in de zona reticularis van de bijnierschors en in de Leydigcellen van de testis. De bijdrage van de testosteronproductie door de bijnier in mannen is gering en de meeste testosteron wordt dan ook geproduceerd door de testis. Ook vrouwen beschikken over testosteron. Bij vrouwen vindt de productie plaats in de ovaria en de bijnieren. Hiernaast zien jullie schematisch de productie van testosteron in het lichaam. Rechtsbovenin zien jullie de hypothalamus en de hypofyse. Vanaf de puberteit vindt er toename van de pulsatiele afgifte van GnRH plaats door de hypothalamus in de hersenen. Hierdoor wordt door de adenohypofyse FSH en LH uitgescheiden. LH zorgt in de Leydigcellen tot de productie van testosteron. Zoals weergegeven in het plaatje grijpt LH aan op de LH-receptor op de Leydigcel, waardoor een activeringscascade in gang wordt gezet. Zoals ik al eerder heb gezegd, is cholesterol de precursorstof van testosteron. Door een aantal enzymatische tussenstappen wordt uiteindelijk in het endoplasmatisch reticulum testosteron gevormd. Zoals rechtsonder weergegeven worden ook vrouwelijke geslachtshormonen onder invloed van aromatase gevormd uit testosteron. De omzetting van testosteron naar dihydrotestosteron ga ik zo verder bespreken. Circulerend testosteron is voor 98% eiwitgebonden door het testosteron-binding globulin. Vrij testosteron wordt in de targetorganen zoals de testis en de huid omgezet door 5-alpha-reductase in het potentere dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron is 3 tot 10 keer actiever dan testosteron en een agonist van de androgeenreceptor. Aangrijping op deze receptor zorgt uiteindelijk voor het fysiologisch effect van testosteron op het lichaam. Testosteron heeft zowel een androgeen als een anabool effect op het lichaam. En doordat de androgeenreceptor zich in verschillende targetorganen bevindt, kan het hormoon verschillende functies hebben. Daarnaast is er sprake van een fluctuerende testosteronspiegel gedurende het leven. De spiegels zijn laag voordat de puberteit begint. Tijdens de puberteit stijgen ze en na het 35e levensjaar daalt het testosterongehalte weer. Nu ik zeg maar kort de werking van testosteron heb besproken, ga ik het hebben over testosteron als medicijn. Testosteronpreparaten kunnen worden ingezet bij testosterondeficiëntie, wanneer dit gepaard gaat met klinische symptomen, bij een te sterke lengtegroei bij jongens in de puberteit of bij het vertraagd optreden van de puberteit in jongens. Dit kan voorkomen onder andere bij aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Klinefelter, hersentumoren of beschadigingen van de testikels. Daarbij moet vermeld worden dat testosteronsuppletie niet wordt gedaan bij het natuurlijk verouderingsproces, waarbij daling van de testosteronspiegel optreedt. Bij primaire en secundaire testosterondeficiëntie kan testosteron worden gegeven in capsules, in de vorm van een gel en injecties. Testosteron kent ook bijwerkingen. In 1 tot 10% kan het onder andere zorgen voor hypertensie, stijging van het HB, stijging van het PSA en gynecomastie. Ook stemmingswisselingen, agressie en toename van het mannelijk beharingspatroon worden gezien bij langdurig gebruik. Bij transdermale toediening komen er met name lokale bijwerkingen voor, zoals overgevoeligheid en huiduitslag op de aanbrengplaats. Doordat testosteron een anabole functie heeft, wordt het ook als dopingsmiddel gebruikt om spieropbouw te bevorderen. Echter, zoals ik al eerder heb aangegeven, gaat dit niet zonder gevaren en is het gebruik van testosteron niet zonder bijwerkingen. Contra-indicaties van testosteron zijn prostaat- en mammacarcinoom bij de man en levertumoren. Samenvattend, testosteron is een zeer interessant geneesmiddel door zijn verschillende fysiologische functies. Het lichaamseigen hormoon kan worden ingezet bij primaire testosteroninsufficiëntie. Vanwege zijn androgene effect wordt het gebruikt als dopingsmiddel om spieropbouw te bevorderen. Echter heeft testosterongebruik ook vele bijwerkingen en mag het niet worden gebruikt bij prostaat- en mammacarcinoom en ook niet bij levertumoren.